Donderdag 2 december 2010 verzamelde zich een groep ondernemers in het World Trade Center Almere. Namens de Digikring Midden-Nederland hebben Hans van Bracht en Renze Klamer het initiatief genomen voor een innovatiedag met het thema Samen Stampen. Deze brainstormdag is onderdeel van een pre-IPC-traject. IPC staat voor Innovatie-Prestatiecontract. Het doel? Mensen bij elkaar brengen om te praten over innovatie en te komen tot een mogelijke samenwerking in het kader van een innovatie-prestatiecontract. Tijdens de plenaire opening liet dagvoorzitter Lieke Lamp de ondernemers de dag beginnen door hen symbolisch samen te laten stampen. Ook sprak zij over het belang van echt samen innoveren. Om het vinden van mogelijke innovatieclusters voor het innovatie-prestatiecontract te vereenvoudigen, was de dag opgebouwd rond 3 parallelworkshops. De eerste workshop rond het thema communities werd begeleid door moderator Annette Theeuwen. Zij werd daarbij ondersteund door trendwatcher Richard Lamp. 2 studenten demonstreerden een online community die zij speciaal voor deze gelegenheid hadden ontwikkeld. De workshop over kennis delen werd gemodereerd door Jolan Smeets. Mary Verspaget en enkele studenten gaven extra input tijdens deze sessie. De derde workshop rond service werd geleid door Lieke Lamp en Jan-Willem Tromp. Met de ondernemers werd onder andere gesproken over het belang van service, de veranderingen binnen het servicebeleid en het belang van een goede aansturing van de servicebehoeften door verwachtingsmanagement. Om iedereen gedurende de hele dag scherp en creatief te houden, werden tussendoor plenaire intermezzo's verzorgd. Zo sprak Henk Wijsgedee, directeur van de Economic Development Board Almere, over de toekomstplannen voor zijn stad. Aan het eind van de middag kwamen alle ondernemers tezamen op de bovenste verdieping van het World Trade Center Almere. Met een uitzicht op de wijde omgeving deden de workshopbegeleidsters verslag van hetgeen besproken was. Daarbij werden de contouren van de clusters al zichtbaar. Het was ook mooi om te zien dat de gekozen thema's, community, kennis delen en service, goed op elkaar aansloten. Namens het bestuur van Digikring Midden-Nederland namen Renze Klamer en voorzitter Hans van Bracht kennis van de behaalde resultaten. Ook gaven zij aan wat de vervolgstappen zouden zijn om tot samenwerkingsclusters te komen in het kader van een innovatie-prestatiecontract. Uiteraard werd hierbij ook stilgestaan bij welke rol verwacht zou worden van de betrokken ondernemers. Deze geslaagde pre-IPC-innovatiedag werd afgerond met een drankje en een buffet. Het spreekt voor zich dat de aanwezigen de gelegenheid te baat namen om nog eens even goed te netwerken met elkaar.